Vandaag heb ik een vroege dienst op de algemene intensive care. Op intensive care weet je eigenlijk nooit wat er gaat komen en wat er te verwachten valt. Dus we gaan het zien en ik ga jullie meenemen in mijn dag. Ik ben Nicole, ik werk sinds 2010 als intensive care verpleegkundige binnen het intensive care centrum in Enschede. Als intensive care verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de zorg van een patiënt. En dat houdt onder andere in de vitale functies bewaken, maar ook de vitale functies overnemen indien dat nodig is. En dat maakt de intensive care echt een andere afdeling. Je weet nooit wat er komen gaat, maar je bent wel op alles voorbereid als intensive care verpleegkundige. En dat maakt het wel echt heel erg leuk. Ik heb een patiënt gekregen, hebben de overdracht van gekregen en nu gaan we de patiënt verzorgen, dat wil zeggen het wassen, maar ook volledig nakijken en dat wil zeggen longen luisteren om te kijken, weet je, klopt alles nog, gaat alles zoals we willen dat het gaat en hoe gaan we de dag verder, weet je, in welke conditie is deze meneer. Op het moment dat je op een intensive care ligt heb je goede dagen en slechte dagen en ja, dat is heel erg van invloed van wat je de rest van de dag nog kan met het herstel van iemand. Nou mag meneer even rusten. Hij heeft goed zijn best gedaan en straks komt de fysiotherapie en kunnen we kijken hoe we meneer verder kunnen activeren. We gaan meneer zo meteen op de bedrand helpen. Het geeft ons namelijk een heel goed beeld van hoe het is met zijn rondbalans en met zijn, het geeft een beeld van zijn spierkracht. En we kunnen ook zien door de manier waarop hij zo meteen op de bedrand komt, hoe het met zijn cognitieve gesteldheid is. En geeft een heleboel nieuwe informatie die handig is voor de rest van het hersteltraject. Oké, helemaal goed. Gaan we doen. Kun je eens kijken of je met de benen naar de zijkant kan komen. Dan gaan we hier even op de rand zitten. Dit wordt meermaals herhaald op een dag om te zorgen dat iemand zo goed mogelijk reactiveert en uiteindelijk in een zo goed mogelijke conditie de intensive care zal verlaten. Ik zit nu achter de centrale desk van de intensive care. Hier kunnen we alle patiënten monitoren. Op elke patiënt staat hier een camera gericht. Dat is voor de veiligheid van de patiënt, zodat ze niet bijvoorbeeld uit bed vallen. Ja, dit is eigenlijk een beetje het hart van de intensive care, waar wij zitten te werken. Hier vullen we ook onze dossiers in als we dat niet op de kamer doen. Dus dit is een belangrijke plek voor ons. Ik werd net gebeld door de planner dat we een opname krijgen. Er komt een traumapatiënt. We hebben dan altijd nog wel even rustig de tijd, want op de eerste hulp wordt die patiënt eerst opgevangen. Die moet ook altijd nog door een CT-scan gaan om te kijken van is er nog meer bijkomend letsel. Dus wat ik ga doen is ik ga de kamer voorbereiden zodat als we de patiënt gaan ophalen dat de kamer al helemaal klaar is en als we hier komen dat we ook verder kunnen met de opvang van de patiënt. Achter het bed koppelen we een transportkaart, een soort mobiele intensive care maak je er dan van. Er zit een beademingsmachine aan, de monitor zodat we de patiënt in de gaten kunnen houden. Er zit een noodkoffer op zodat als er wat gebeurt onderweg dat we de patiënt kunnen behandelen. Dus alles hebben we voorhanden. Net als op een intensive care kamer. Ik heb de kamer voorbereid voor zover nodig is. Ik ga nu naar de medicijnruimte om de medicatie voor te bereiden voor deze patiënt. Alle medicatie op de intensive care wordt gedubbeld checked door een collega. In hectische situaties kan er wat verkeerd gaan. Dat willen we voorkomen, want elke fout kan fataal zijn voor een patiënt. We gaan nu naar de eerste hulp om de traumapatiënt op te halen. Dat doen we altijd met een intensive care verpleegkundige en een artsassistent, dan wel een intensivist. Ik laat jullie straks weten hoe het afgelopen is. Nou, ik heb de patiënten opgevangen op de intensive care vanuit de eerste hulp. We hebben de patiënt geïnstalleerd en ik heb hem overgedragen aan mijn collega, want mijn dienst zit erop.